Even graag het voor. Goedenavond, nou, dat is in ieder geval heel hartelijk welkom. Leuk om hier weer te zijn. Ik had twee uh, uur in mijn uh, elektrische auto op weg hier naartoe. En ik hoorde dat uh, Rutte 2 al 4 uur met de VVD in uh, conclave was. Dat ging over de zorgpremie en dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik zou zo graag willen dat die vier uur in conclave was geweest over hoe snel het klimaat achteruit holt en hoe hard wij de grondstoffen uit de grond halen en nog steeds niet richting een circulaire economie bewegen. En ik ben heel benieuwd wanneer het eerste kabinet komt, wat dat tot een heel belangrijk thema verklaart. En ik zou heel graag willen dat het is voordat er hele grote rampen bestaan. En dat we niet het wal, het schip hoeven te laten keren. Maar ik vrees dat het die kant wel een beetje opgaat. Toch uh, doe ik een dappere poging om uh, u te inspireren om sneller te bewegen. Want dat is uiteindelijk wat we nodig hebben. Vandaar dat... Uh Opzij, opzij, wij hebben ongelooflijke haast en iets daarvan hoop ik vanavond bij u door te laten dringen en tegelijkertijd dat het ook kan en dat het leuk is en dat het niet iets is van met z'n allen in een hoekje met vijf truien en bij de kachel en een kaarsje in de hoek. Dus duurzaamheid is van een nieuwe generatie en gaat over een economie en is zakelijk en is niet iets zieligs en sneus en duurs. Dat is in ieder geval wat ik heel graag zou willen meegeven. Ik begin toch een stukje met urgentie. Ik, ik, wij komen niet voor niets van een organisatie die Urgenda heet. Dus ik begin met een stuk over de urgentie en daarna wordt het leuker. Want dat is toch wat de meeste mensen eigenlijk willen horen: hoe het wel moet en welke kant we op bewegen. En toch, want in de afgelopen 40 jaar is onze soortenrijkdom, de biodiversiteit, 50% gedaald. Ik vind dat extreem hoog. En Nederland doet het dan nog een beetje slechter dan gemiddeld. Daarnaast ga ik direct wat over klimaatverandering vertellen en ik kan u zeggen dat de wetenschappers die op de top van die klimaatpiramide zitten, die zijn extreem ongerust op het moment, zeker na de afgelopen zomer. Grondstoffen eigenlijk hetzelfde verhaal. En we vergeten heel erg snel, want we krijgen wel signalen. Twee jaar geleden nog in Moskou was de temperatuur extreem hoog en waren er 300-400 bosbranden. Waardoor er enorm veel landbouwgronden teloor gingen en de graanprijzen eh, omhoog schoten. Moskou heeft een periode gezegd van wij gaan even de export stoppen. Het is wel het derde land van de wereld. Dat betekent dat ineens de graanprijzen 60, 70 procent gaan stijgen. En toen zei ik al, als datzelfde ook tegelijkertijd gebeurt in Amerika, hebben we echt een groot probleem. Nou, u weet hoe het deze zomer was in Amerika. Dat hoeft maar een paar keer samen te vallen en het betekent enorm veel voor de wereldvoedselproductie en daardoor ook voor de prijzen. De Noordpool verloor deze zomer extreem veel ijs. Dat hadden ze eigenlijk niet verwacht, want in de winterperiode was het goed aangegroeid, eigenlijk meer dan ze hadden verwacht. En na een paar enorme stormen ging het extreem snel naar beneden. En als je hier kijkt, dan zie je dat de vorige record dat was die stippellijn in 2007 en nu is er gewoon nog eens een keer een heel stuk minder ijs. Hij zegt 2016 zou heel goed het eerste jaar kunnen zijn dat het ijs echt helemaal weg is. Nou, dat, ik vind dat uh, schok, schokkend. Maar het is nog schokkender als je weet wat de functie is van dat Noordpoolijs en wat voor een functie dat heeft in uh, de stromen van lucht en van water. En dat gaat dus enorm veel effect hebben op ons klimaatsysteem. En dat is in 700.000 jaar niet meer voorgekomen. Dus dat is echt uniek. En we weten ook niet helemaal precies. Wat er dan gaat gebeuren, maar zij zijn extreem ongerust. En deze meneer, die zegt ook van, nou, het is eigenlijk een planetaire noodtoestand. Dus eigenlijk zou Rutte daarover moeten vergaderen. En het is geen voorpagina-nieuws. Maar uiteindelijk is het een sociale crisis, en die gaan wij gewoon voelen, omdat de wereld heel erg met elkaar te maken heeft. En hoe kwamen we dan uiteindelijk in deze toestand? Want wij hadden, hebben het natuurlijk de afgelopen 60 jaar extreem goed gehad. We hebben na de Tweede Wereldoorlog heel veel goedkope olie gehad. En, en steenkool en gas. En dat hebben we allemaal gebruikt. En met al die energie hebben we heel veel producten kunnen maken. En hebben we heel veel kunnen vervoeren. Zijn wij een topland geworden op mobiliteit en op logistiek. Maar we hebben niet heel erg goed nagedacht. Want we hebben eigenlijk die boel heel snel verstookt voor heel weinig geld. En we hebben daarmee ook heel veel producten gemaakt. En al die producten kosten enorm veel grondstoffen. En die hebben we uit de grond gehaald. En voor het grootste gedeelte. In tafelstoelen, kleding, auto's, noem maar, gestopt en vervolgens verbrand of op een afvalberg gegooid. En niet gezorgd dat we die grondstoffen in de economie hielden, de zogenaamde circulaire economie. Daarnaast is het zo geweest dat de bankensector enorm veel geld heeft gecreëerd, wat niet meer gebaseerd was op goud in een kluis, maar wat allerlei producten op producten stapelde. En waardoor je eigenlijk zeven keer zoveel geld in omloop kreeg dan er werkelijk aan waarde onder zat. En met al dat geld hebben we gewoon huizen gebouwd en geleefd en de economie aangejaagd. En uiteindelijk dus ook weer versneld energie en grondstoffen gebruikt en verbruikt. En als je in dit tempo doorgaat heb je gewoon drie aardbollen nodig om straks in 2050 9 miljard mensen te kunnen geven wat wij hebben. Nou, dat gaan we gewoon niet redden. We hebben niet nog twee meer aarders, maar het is ook gewoon onmogelijk. Ja, dus we hebben heel veel geleend van onze kinderen en het is het nu ook aan ons om te zorgen dat we er nog iets van gaan maken om te zorgen dat die volgende generaties nog wel een beetje prettig kunnen leven. En dat is heel goed mogelijk, maar daarvoor moeten we nu wel een andere richting in gaan slaan. En toch zijn wij niet massaal boos en kwaad en denken we vrolijk en hobbelen we door. En er is niet genoeg urgentie in de samenleving dat zo'n oliemaatschappij wordt gedwongen om een andere koers te varen. En dat vind ik zorgelijk. Want, alle, want 95% van alle industriële producten leen, leunen op de een of andere manier op olie. Heel veel chemische stoffen zijn van olie gemaakt, heel veel uh, stoffen die je nodig hebt in de landbouw, kunststof, kunstmest. En we rijden en vervoeren al onze producten bijna op aardolie. Het is nodig dat we versneld overgaan op zo'n duurzame energievoorziening. En op het gebied van grondstof is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Als je twintig veelgebruikte grondstoffen op een rij zet. En je ziet de scenario's hoeveel goed winbare grondstoffen er nog over zijn. Dan schrik je enorm. Kijk, er blijven altijd wel kleine plukjes over. Maar die zijn extreem duur om in zulke kleine getalen te winnen. En die zitten vaak op hele moeilijke plekken. Maar de goed winbare voorraden van een heleboel stokken, zoals zink, antimoon, goud, noem het maar op. Die zijn binnen 10 tot 40 jaar op. Ik vind dat extreem dichtbij. En dat verhoogt dus die noodzaak om over te stappen op zo'n circulaire economie. Wat mij betreft, probeer ik ook uit te leggen dat het niet iets is van we hebben een financiële crisis, een economische crisis. En ja, oh ja, we hebben ook nog een ecologische crisis. Die ecologische crisis ligt onder alles. En als we dat niet goed uh, oplossen, dan kun je het met je economie ook wel vergeten. Dus we moeten niet denken van nou, we moeten eerst even de economische crisis oplossen. En dan krijgen we straks wel tijd voor die ecologische crisis. Want zo werkt het niet. Die ecologie ligt onder alles. En eigenlijk zou dat nu de topprioriteit moeten zijn van dit kabinet. En dat zie ik helaas niet. Dus, mijn grote vraag eigenlijk aan elke zaal opnieuw is: waarom rijden wij met 120 km per uur op dat ravijn af? En waarom trekken wij niet aan die noodrem? Wij hebben niet drie aardbollen en we kunnen ook niet wachten op onze kinderen. Wij zijn aan zet. Deze generatie moet dit gaan oplossen. We kunnen. Om naar een duurzame energievoorziening in 2030. Wij zijn vanuit de agenda een rapport aan het maken waarin we ook laten zien wat dat betekent voor de bouw, voor het vervoer, voor de energievoorziening, voor de industrie. En ja, het kost twee keer zoveel. En ja, het is een verdubbeling van de biomassa voetafdruk, maar het kan wel. En dat vraagt dat we op een andere manier gaan denken en gaan doen. Het vraagt ook om andere waarden. We moeten andere dingen belangrijk gaan vinden en op een andere manier met elkaar omgaan. Meer op basis van vertrouwen, op basis van delen en op basis van nieuwe vormen van samenwerken. Dat kan namelijk versnelling en ook veel meer innovatie opleveren. Dus je krijgt dan ook dat je in je samenleving op een andere manier dingen gaat waarderen. En dat lijkt nu nog veel ver weg, maar dat is toch wel de beweging waar we volgens mij heen zouden moeten. En vervolgens dus de koplopers tot norm maken. Want als je zegt van nou we zien in een sector dat het ook zo kan. Ga dan eisen dat iedereen daar naartoe gaat, waardoor de achterblijvers niet meer beloond worden omdat zij het viezer doen en vaak ook een beetje goedkoper en dat de mens dan toch de neiging heeft om de goedkoopste en de vieste te gaan kiezen. Nee, die moeten gewoon niet meer in de markt kunnen komen. Als we die koploper tot norm maken, krijg je een enorme versnelling in je samenleving en in je industrie. En voor die achterblijver geldt dan gewoon heel rigide aanpassen of wegwezen. Dus als Shell niet wil overstappen op een duurzame energiebedrijf worden, dan is het gewoon exit. En tot op heden hebben wij de groei heilig verklaard. En dan groei in de zin van bruto nationaal product. En bruto nationaal product is gewoon dat men meet wat er allemaal in een land geproduceerd wordt en verkocht. Maar dat betekent ook dat als je asbestsanering doet, en er zat heel veel asbest, dat dat economische groei betekent. En dat betekent ook dat als je een enorme uh, olieramp hebt, dat dat allemaal economische groei is. Nou, we moeten dus gaan nadenken over andere vormen van economische groei. Want met wat ik vertelde, de, de teruglopen van de hoeveelheid grondstoffen en de overgang naar een duurzame energievoorziening, kun je gewoon niet in dit tempo blijven doorgaan. En dat betekent dat dus in die klassieke zin van meten van groei, dat die groei achteruit zal gaan. Maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Want persoonlijk lijkt het me belangrijker dat je uh, je goed voelt, dus welzijn, dan dat je uh, goed meet, welvaart. Tweede groep, het bedrijfsleven. Daar gebeurt ontzettend veel. Ik zit nu een jaar of ruim twintig in de duurzaamheidshoek en ik vind dat de laatste vijf, zes, zeven jaar enorm veel is veranderd. Dus laat nou die topmarketeers maar eens nadenken over hoe krijg je duurzaamheid voor de bühne, dan wordt het interessant. Dus dat vind ik misschien nog wel interessanter dan hun eigenlijke doelstellingen. Want dat is wel wat nodig is, dat duurzaamheid normaal, leuk, op een speelse manier de samenleving inkomt, zonder dat het iets zuurs heeft van wij moeten minder en wij mogen niks. Ik vind wel dat een overheid daar meer regie mag voeren. Want wat ik tegelijkertijd namelijk zie. is dat in Noord-Holland bedrijf X. Een, een dealtje doet met staatsbosbeheer. en in, in Groningen de volgende. en iedereen is zijn eigen biomassa aan het verzamelen. En niet altijd op de beste manier. want biomassa moet je eigenlijk eerst inzetten. voor dingen die veel waarde hebben. medicijnen, kleurstoffen, noem maar op. en pas in laatste instantie gaan verstoken. En je ziet dat nu vaak de omgekeerde weg wordt gevolgd. En als iedereen heel hard op die biomassa afgaat. dan. Wordt het niet op de beste manier verdeeld? Dat is wel het effect wat dat soort grootgrutters hebben in hun keten. Want er zijn natuurlijk enorm veel partijen die niet bezig waren met duurzaamheid. En die worden door zowel een Unilever als een Albert Heijn. en nog een heel aantal andere partijen nu wel meegenomen in deze versnelling en in deze verandering. En dat vind ik het grote winst van de afgelopen jaren. Nou, dit is een plaatje van de toekomst van de havens, nu heel petrochemisch. Maar in de toekomst wordt dat dus een groene haven, waar je de, de, de biobased economy ziet. Nou, dat soort nieuwe coalities, nieuwe manieren van denken, zijn toch de bedrijven van de toekomst. En ik denk dat als iedereen op den duur gewoon producten niet meer in bezit heeft, of niet meer in eigendom heeft, maar voor een bepaalde periode in bezit, dat je anders met die producten omgaat en dat die bedrijven gedwongen worden om op een hele andere manier te gaan ontwerpen, waardoor je die grondstoffen bij je houdt. En dit is een hele duidelijke link met die circulaire economie. Wat je ook ziet in die nieuwe maatschappij, en dat is ook een gevolg natuurlijk van die problemen in de financiële sector, maar ook van mensen die op een andere manier met elkaar willen omgaan, is dat er steeds meer alternatieve geldsystemen kwamen. Wat vroeger nog heel kleinschalig was en in een paar uithoeken begint nu in versnelde toestand op allerlei plekken te komen. En dat is wel interessant om te volgen. En wat ik zelf heel leuk vind is dat metamorfose systeem. Heb ik al eens eerder laten zien. Dit, zijn, uh, dit wordt hier in Brabant gemaakt, het is inmiddels op industriële schaal. Het zijn een soort cassettes waarin vierkante dingen ronddraaien. En op het, op het moment dat het een dag mooi weer is, dan draai je de kant met de zonnepanelen voor, kun je gewoon zon oogsten. En als je in een stad zit met heel veel fijnstof, kan je de kant met de plantjes voordraaien, kun je fijnstof afvangen. Heb je een hele mooie plek, kun je de reclamekant voordraaien. Dat is 23, uh, 320, euro per vierkante meter, dus een goed verdienmodel. Nou, zo hebben ze inmiddels wel 16 soorten. Toepassingen hiervoor. Nou, dat soort nieuwe coalities, daar moet je in de economie van de toekomst ook over gaan nadenken. En de eerste zie je dus al opdoemen. Nou, dit is ook zo'n plaatje waarbij je zo'n zo centrum ziet, waar je dus bijvoorbeeld je hoge drugsbuit kunt delen met mensen, dat soort concepten. Nou, de trend van dit moment is natuurlijk eigenlijk wat je hier in Brabant ook ziet: dat enorm veel mensen hun eigen energie gaan opwekken, de consument als prosument. En dat is een trend die eigenlijk niet meer te stoppen is, en enorm sterk groeit, en heel erg leuk. En dat is dus niet dat daar nou een miljoen mensen achter zitten. Want heel vaak wordt gezegd van ja, je moet een enorme achterban hebben. Dat hebben zij helemaal niet. Maar toch enorm veel effect. En dat is wel met die consument in de achterkant die wel al die spotjes hoort. En denkt van nou dan moet ik niet wezen bij de Albert Heijn met de plofkip. En Albert Heijn is als de dood. Want al die jaren marketing die is zo weggegooid met één verkeerd spotje. En dat is dus het grappige. Dat heb ik met een paar grote bedrijven spreek. En die zeggen ja als wij 15 berichtjes krijgen via Twitter of e-mail. Dan gaan wij ons al zorgen maken. En dan denk ik, 15, dan moeten wij onszelf toch gaan organiseren als we zo makkelijk onrust kunnen veroorzaken. Waarom gebeurt dat niet veel vaker? En het is juist zeg maar, de gewone burger. Hè? En wij hebben dus op de dag van de duurzaamheid in 2010 aangekondigd: uh, wie doet er mee? We gaan met z'n allen inkopen. Dus wij kwamen er gewoon niet doorheen. Nou, ik, ik heb me er echt over verbaasd, want ik dacht van nou, ik ken heel veel mensen, ik heb het allemaal al verkocht, ik heb een geweldig onderpand, A-kwaliteit panelen, dus het is niet zo dat ik nog moet beginnen en maar moet hopen dat het ooit gaat lukken. En ik dacht van ja, mensen zeggen altijd als je een goed idee hebt, is er altijd geld. Nou, dat is gewoon niet waar. Dus wij kregen een bedrijf op ons af, Yingli, dat is de grootste in zonnepanelen. Die hadden we dus niet uitgekozen. En die zeiden van: nou, wij willen het wel met jullie doen, want wij zien dit als nieuw businessmodel. Dus toen die panelen nog op zee zaten, ging iedereen die 80% betalen die nog moest. Dus ik had toen echt heel veel geld op de bankrekening. En tegen de tijd dat het in Nederland aankwam, kon ik die Chinezen in één klap betalen. Ja, en dan hebben ze dus uiteindelijk geen bank nodig gehad en geen subsidie. Maar dat hadden wij van tevoren helemaal niet bedacht. Want van tevoren had ik een prachtig businessplan met 20 miljoen nodig. En nou, allemaal hele mooie verhalen. Het businessplan is tien keer aangepast. Uiteindelijk heb ik dus helemaal geen businessplan nodig gehad. Want die Chinezen vroegen daar niet om. Die zeiden gewoon: van betaal maar op tijd, dan is het goed. En al die klanten die vonden het mooi. Ik vind dat heel erg bijzonder. Dus achteraf klinkt het super. Uh, ...simpel, maar dat, zo simpel ging het natuurlijk helemaal niet. Want als het mis was gegaan, had ik mijn huis uitgemoeten. Toen zei mijn man ook wel, waarom zijn wij in gemeenschap van goederen getrouwd? Maar, en het goede verhaal is natuurlijk dat je met twaalf panelen... ...gewoon een heel groot deel van je elektriciteit nu zelf duurzaam kunt opwekken. En dat het op de bank ongeveer 80 euro per jaar oplevert en op je dak 530 euro. Dus waarom, als je het over hebt, zou je nog geld op de bank neerzetten? Zet het op je dak. Dus dat is de wijze les voor als u iets doet in duurzaamheidsland: korting. Mensen kijken dus niet naar het echte eindbedrag, ze willen gewoon korting krijgen. En dat is een heel raar effect. Dat vind ik dus ontzettend komisch. En dat is dus niet alleen mijn moeder. Dat is met al die mensen die die zonnepanelen hebben. Dus het dogma van de trios energetica: van wij moeten eerst besparen en dan doen we duurzaam opwekken. En nou ja, het restje proberen we dan zo goed mogelijk te doen. Daar moeten we eigenlijk een beetje vanaf. Want je kan beter maar beginnen met duurzame energie. En dan komt die besparing er op een leuke manier achteraan, want dan wordt het een soort sport. Dus uh, wij zouden zeggen: uh, laten we snel op weg gaan naar de eerste miljoen en dan door. En want uiteindelijk hebben we gewoon alle soorten energie nodig. Zon, wind, biomassa, aardwarmte en besparing. We kunnen er geen één missen en het is ook niet een of-of verhaal. En wat we vanuit agenda gaan proberen het komende jaar... is om vooral ook die gebouwde omgeving, die bestaande gebouwde omgeving aan te pakken... en te kijken van nou kunnen we terug naar huizen zonder energierekening. En dat wordt de grote uitdaging. Want er zijn ideeën genoeg, het barst van de praatgroepjes. Hier heb ik al honderd keer over gepraat, maar het gebeurt niet... En dat is wel zeg maar de uitdaging waar we nu voor staan. En dan hebben we ook innovatie nodig. Er zijn ontzettend veel vindingen op de markt die er nog niet doorheen komen omdat mensen de neiging hebben om te blijven doen wat ze al deden. Maar die weerstand in de bestaande industrie om nieuwe dingen te gebruiken is best heel groot en dat geldt niet alleen voor omvormers, maar voor allerlei verschillende producten. En wat we vanuit agenda proberen is die innovaties die op ons pad komen mee te nemen in allerlei projecten, zodat die mensen kunnen zeggen: "Kijk, ik heb het al een keer gedaan in dat project of in dat project." En dan kunnen ze de volgende keer namelijk makkelijker de markt op. Ja, en we moeten de goede dingen dus heel snel gaan opschalen. Want wij zijn in Nederland heel goed in demonstratie Projectjes, leuk energie-neutraal huis, prachtige brochure, leuk feestje, eromstrik en dan gaan we weer wat anders doen. Maar dat is nou juist niet waar we naartoe moeten. We moeten dat dan herhalen. Maar eigenlijk geldt het wel voor elk sloopproject dat er heel veel dingen in zitten die geldwaard zijn. En dat we die industrie op gang moeten gaan brengen. En dat gemeentes ook eigenlijk moeten gaan zorgen dat die wetgeving nageleefd wordt. Want dat is ook onderdeel van die circulaire economie: dat je die grondstoffen niet ongesorteerd in een grote bak gooit en dan maar naar de sloop brengt, maar dat je die terugbrengt in de economie. Grootschalig wind op zee: met 6% van de Noordzee zou je heel Nederland, inclusief alle elektrische auto's, van elektriciteit kunnen voorzien. Daarnaast vragen ze voor Wind om een potje te maken dat als je ooit weggaat, dat je alles weer weg kunt halen en dat je dat zelf kan betalen. Dat vragen ze ook niet van die kernenergiemensen. Want als die een potje zouden moeten maken om dat op te ruimen, dan waren ze echt super failliet. Dus we zijn heel ongelijkwaardig bezig. Dat is dat jorgon Level Playing Field, dat is er niet. En dat is ook niet fair en daarvan zou, had ik ook gehoopt dat dit kabinet een stap zou zetten, omdat Dieter Samson dit bij uitstek uitstekend weet. Maar helaas zie ik niets van dat soort verstrekkende en wat visionairdere plannen. Dit was mijn eerste elektrische auto, de Think. De meeste mannen wilden er niet dood in gevonden worden. Hij kon wel 180 kilometer op een volle accu. En ik vond hem wel lief met die oogjes. De aanschaf is wat hoger, maar het verbruik en de kosten onderweg zijn extreem laag. En dit is toch de manier voor de volgende generaties van vervoer en misschien dat er uiteindelijk auto's op magnetische velden en weet ik veel wat gaan komen... maar nu is dit een stuk rendabeler en milieuvriendelijker. Alles bekeken van het wieg tot het graf dan rijden op benzine of diesel. Nou, zo komen er steeds meer van dat soort nieuwe concepten... en het concept van deelauto's begint wel te komen. Dus de oorspronkelijke vraag van wie moet het nou doen? De overheid, het bedrijfsleven of die burger? Nou, eigenlijk alle drie. Iedereen heeft een verschillende rol. Maar het is wel zo dat die burger... Ontzettend kan helpen door aan de overheid te vragen om nou, dat solderen op afstand, door met z'n allen duurzame energie te gaan produceren. Je ziet wat er nu in Duitsland gebruikt, op, gebeurt op zonnige dagen: is 50% duurzame energie. Dan moeten er allemaal centrales afgeschakeld worden. Dat vinden sommige partijen niet zo leuk. Maar het dwingt ze om na te denken over de energievoorziening van de toekomst. En uiteindelijk is dat dwingen toch wat die versnelling genereert. Dus als wij hier allemaal zonnepanelen op ons dak gaan. en allemaal in de windcentrale en dat soort collectieve windmolenprojecten gaan. dan krijg je zoveel duurzame energie op de markt. dat die grote jongens moeten afschakelen. Dus het is geen probleem. Dat kan heel goed. En er zijn heel veel partijen in Nederland die daaraan mee willen werken. Dus die burger en die consument die kan een enorm goede rol spelen door in de winkel te kiezen voor de duurzamere producten. Maar ook door die mailtjes en zo naar die bedrijven om te zeggen wij willen het anders. Door gewoon heel veel signalen te gaan geven. Want uiteindelijk zegt Shell ook op de gang onder vier ogen van ja, als er genoeg druk uit de samenleving komt, dan gaan wij wel om. Maar tot die tijd gaan wij maximaal proberen eruit te halen wat erin zit. Dus wij moeten die druk gaan verzorgen. Nou, en ik zie dat de, die groep mensen die dat aan doen is, steeds groter wordt. Wij organiseren nu al vier jaar de dag van de duurzaamheid. Op de eerste dag van de duurzaamheid deden er 30.000 mensen mee. Afgelopen jaar waren het er honderdduizenden. Maar het bereik was inmiddels heel veel groter. Want Albert Heijn deed mee, Philips deed mee. En een aantal grote bedrijven die ook allemaal hun klanten gingen aanschrijven. En, en, en Heineken ging naar al zijn restaurants en hotels om te zeggen: Moeten jullie geen ledverlichting doen? Dus er zijn enorm veel partijen zijn dit jaar bereikt. Veel meer dan de voorgaande jaren. Waardoor die mensen ook allemaal het idee kregen: hé, hey, duurzaamheid is normaal. Want ze doen het ook bij Ikea en ze doen het bij Heineken en ze doen het daar. Nou, dat gevoel. En nou is het vervolgens aan ons om ook de stap te zetten om iets te doen om niet alleen te zeggen, ja, daar ben ik voor, maar ook actie te ondernemen. Want dat is uiteindelijk wat die verandering gaat bewerkstelligen. Nou, John Elkington, dat is de meneer van de Triple P, de People, Planet, Profit, die heeft een nieuw boek geschreven. En die zegt, succesvolle vernieuwers, dat zijn radicale optimisten. Nou, daar wil ik me wel onder ondanks het groot gevoel van urgentie. En het vraagt om een gezond ondernemerschap. En dat gezonde ondernemerschap is ook gewoon die zonnepanelen op je dak zetten. En een aantal andere dingen zelf met je buurt gaan organiseren. We hebben nu nog 15 jaar om te zorgen dat het gezellig blijft voor de volgende generaties. We kunnen daarin heel veel verschil maken. En mijn pleidooi en vraag aan u is. Wilt u meedoen en alstublieft zet u ook een stap? Dank u wel. television, television, television.